kijken tussen beide trainers. Arjan van der Laan van Tech en onze eigen Edwin Grunholz. Arjan, om met jou te beginnen. Met wat voor gevoel sta jij hier? Je verliest met 1-0, terwijl het volgens mij niet gehoeven had. Nee, ik denk dat we met Tech we hebben best een moeilijke fase. Maar aan de andere kant, als je kijkt, de laatste twee wedstrijden spelen we denk ik het niveau wat je graag zou willen met de ploeg. Alleen het ontbreekt wel aan goals. En dat maakt denk ik vandaag ook het verschil waarom Quick Boys wel wint en wij niet. Ja, want zeker in die fase, eerste kwartier na rust, denk ik dat jullie de wedstrijd in het slot hadden kunnen gooien. Jawel, maar de eerste helft hebben we natuurlijk ook een 1-1 situatie op de keeper. Dat vond ik in ieder geval één hele grote kans. En voor de rest hebben we nog een aantal mogelijkheden gehad. Maar, dus ja, puur in het veldspel moet ik eigenlijk gewoon wel tevreden zijn. Maar de goals die zullen wel het verschil maken of dat we punten gaan halen. Ja. Edwin, ben jij nou een trainer die vandaag ontzettend blij is met die drie punten? Of een trainer die eigenlijk al gelijk denkt van jeetje, het voetbal was niet echt om over naar huis te schrijven? Mag ik allebei de antwoorden geven? Ja, dat mag. Moet ik de vraag nog een keer stellen of geef het antwoord gewoon? Nee, allebei eens. Dus het voetbal was moeilijk voor ons. We hebben niet heel veel lengte. Hoewel met die Veilerstouw en Kampen tweede helft wat meer. Hun hebben dat wel. Met de wind deden hun dat goed. Belangen bal spelen en dan steeds de tweede bal pakken. Hun middenvelders deden het ook goed. Alleen ja, hun vergeten scoren. Gelukkig voor ons. En Paul houdt ons een paar keer in de wedstrijd. Na de omzetting waar wij in een andere formatie gingen staan tweede helft, vond ik wel dat wij meer grip kregen en hun eigenlijk niet meer tot kans kwamen. En moeten wij eigenlijk de score wel groter maken. Maar het is knokken voor de punten. Als we vandaag verlies, dan komt Tech erbij. We zetten ze nu op 12 punten. We zetten ASWA volgens mij 12 punten. Dat is de eerste doelstelling, dus dat ziet er goed uit. En hopelijk gaat die zon snel schijnen, gaat die wind liggen. En dan kunnen we ook misschien wel beter voetballen. Ja, denk je dat dat weer echt zoveel parten speelt bij Quick Boys? Want Tech heeft daar toch ook last van vandaag, dat het zonnetje niet schijnt en dat het weer een beetje waait. Ja, oké, maar ze hebben toch ook niet elke bal via de middenveld naar voren gebracht. Ze hebben gewoon een lange bal gespeeld. Is ook een manier van voetballen, maar is niet hoe ik het zie. Nee. Voor jullie nu, denk ik ook een must-win wedstrijd. Dat gebeurt dan niet. Hoe gaan jullie dan verder dit seizoen? Ja, we hebben natuurlijk best al een hoop voor de kiezer gehad. Dat verandert niet na deze wedstrijd. Ik denk dat de ploeg wel heeft laten zien, de afgelopen wedstrijd ook, dat je na tegenslag echt wel weer boven kan drijven. Maar we zullen het wel moeten koppelen aan punten, aan goals, aan overwinningen. Om in die eindfase toch nog het een beetje spannend te gaan maken. Want voorlopig loop je een achterstand op. En moeten we vandaag even slikken. De moeite om te scoren, is dat iets waar je in trainingen wat aan kan doen? Of ontbreekt dat aan zelfvertrouwen? En is dat dan toch een keertje gewoon die band kunnen breken? Hoe kijk jij daarnaar? Nee, de afgelopen twee weken heeft het wel nadrukkelijk meer aandacht gehad dan daarvoor. En dat is hetgeen wat je in ieder geval kan doen. En dan hoop je dat het een keer dan de goede kant op valt. Aan de andere kant de rust die ik vind dat ze moeten hebben voor de goal, die ontbreekt nog steeds dan in de wedstrijden. Want ik denk dat bij de kansen die we krijgen dat het dan toch te gehaast gaat en te wild. Waardoor je de kansen verkleint om een goal te maken. Edwin, nog even terug naar de eerste helft. Ik vond ons niet zo slim spelen, want we hebben dan die wind in de rug. En dan heb je een aantal jongens die best een schot in de poten hebben, om het maar bot te zeggen. En er wordt geen enkele van afstand op doel geschoten. Moet je wel in die situatie komen, is wel handig. Dat je dan zo... Moet je ook zorgen dat je in die situatie komt? Ja, dat is wel handig als dat doet. Aan de andere kant, joh, als je 6 wedstrijden hebt gespeeld, dat zijn we net. Je hebt er nu 10 punten gepakt na de windstop. We hebben versterkingen geprobeerd daar. Nou, die scoort vandaag ook. Dus je kan ook positief zien dat we in ieder geval 10 punten pakken naar de winststop. Volgens mij heeft Quick Boys de 15 gehaald. Ik denk dat we daarbij de betere ploegen zitten in de scoren. Wij zijn Quick Boys en ik ben Edwin Grunholz. Dus wij willen altijd goed voetbal zien. En de lat ligt hier hoog. Maar die mag nog hoger. Dus wat dat betreft ken ik er wat tegen. Dus nee, ik ben daarin positief, joh. Volgende week een weekje vrij. En dan? Over 2 weken? Jong Sparta. Dus dan gaan we weer opnieuw... voor een overwinning om weer een klein beetje in beeld te komen van de voorgangers. Edwin, jij volgende week een weekje vrij. Wat ga je doen op een vrije zaterdag? Vrije zaterdag? Ik weet het nog niet. Nee. Ik denk voetbal. Voetballen? Zelf? Nee, zelf niet. Nee. Misschien een beetje koud. Ik kijk weer naar spelers. Hè. Ja, ja. Noem eens namen. Oh, een sauna hoor ik achter. Dat is ook een idee. Sauna, wie roept dat? Laat maar. Oh, heren, hartelijk dank. Fijn weekend. Dank je wel.